Hallo iedereen! Hallo! Wij hebben het leven in Hasselt onderzocht. In Hasselt zijn er een aantal goede dingen. Dat zijn natuurlijk de likes. Maar er zijn ook slechte dingen. Dislikes. Vandaag hebben we onder andere onderzocht of kinderen wel veilig kunnen spelen in Hasselt. Wij kijken wat er gebeurt. Zo, dat is dus het probleem. Kinderen kunnen niet meer veilig spelen met jongeren of volwassenen in een buurt die alcohol of drugs gebruiken. Wat is het probleem? Drugs, dat is het probleem. Wij willen meer controle op plaatsen waar kinderen zijn op drugs. Meekomen jullie? We hebben niet alleen spelende kinderen, maar ook fietsende kinderen. Veel ouders hebben geen tijd en zin om hun kinderen te leren fietsen. We gaan eens kijken wat er aan de hand is. Mama, papa, ik wil fiets leren rijden. Nee, Fientje, laat mama en papa met rust. Maar alle kindjes van mijn school... Ga spelen. Nee. Ga spelen. En schat, heb je al een nieuwe auto gevonden? Nee, niet echt. We merken dus vaak dat kinderen vaak op fiets rijden die veel te groot voor hen zijn. Dus is een mogelijke oplossing om fietsrijlessen te volgen op school. Dat gaan we even bekijken. Hey. Hey. Het zijn uw remmen. Mm-hmm. En dus de bel. Mm-hmm. Het zijn uw versnellingen. Mm-hmm. En altijd als je naar links of rechts gaat, moet je hand uitsteken. Oké. Okay. Snap je? Zo. Dan moet ik zwaaien. En rechts. Oké? Okay? Allee, vertrek maar. Oké. Hallo, hallo. Stijl maken. Bubbelbad. 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 Wij moeten hier van rechts, hè? Ga weg. Oké. We hebben al spelende kinderen gezien en fietsende kinderen. Maar soms zien we ook erge dingen. Bijvoorbeeld mensen die heel hard moeten werken, maar heel weinig geld verdienen. Dat gaan we nu eens bekijken. Daar betaal ik niet aan hoor. Hallo mama, ik heb die jongens meegenomen van school, hè. Alles goed? Ja. Ja. Gaan we winkelen? Soms gebeurt het dus dat mensen in zo'n situatie komen dat ze moeten stelen om dingen te kunnen kopen wat ze graag willen. We hebben een aantal likes gehad en een aantal dislikes.
Hasselt is al een hele leuke stad. We hadden dus inderdaad al likes en inderdaad al dislikes. Er zijn nog sommige punten die verbeterd kunnen worden. Dus hebben we nog een aantal ideeën bedacht voor Hasselt nog beter te maken. Wij vinden dat elke school maandelijks een fietstochtje moet maken. Met de fiets op postklasse, bijvoorbeeld naar het zwembad. Of op spartdag met de fiets naar de schaatsbaan bijvoorbeeld. De school doet er 3 goede dingen aan. 1. Het is goed voor het milieu. 2. Ze besparen de buskosten. En 3. De kinderen hebben beweging.